Dit filmpje gaat over de sigma-notatie. En sigma is een Griekse letter. En die wordt gebruikt om sommen korter te schrijven. Met name als je meerdere termen aan het sommeren bent. En als voorbeeld kijken we naar bijvoorbeeld deze som. 1 kwadraat plus 2 kwadraat plus 3 kwadraat plus 4 kwadraat. Dat kon je met behulp van het sigma-teken schrijven. Als de som van j loopt van 1 tot en met 4 van j kwadraat. En als j is 1, dan staat er 1 kwadraat, dat is die term. Als j is 2, dan staat er 2 kwadraat, dat is die term enzovoort. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld deze sommatie. De som van, nu gebruiken we maar eens een i. I is 0 tot 3 van 2 tot de macht i. Nou, i loopt van 0 tot 3, dus i loopt van 0 tot 3. En als i is 0, dan staat er 2 tot de macht i, 2 tot de macht 0, dat is 1. 2 tot de macht 1, dat is 2. Als i is 2, 2 tot de macht 2, dat is 4. En als i is 3, 2 tot de macht 3, dat is 8. En die sommatie is nu niks anders dan het optellen van deze getallen. 1 plus 2 plus 4 plus 8, oftewel 15. Een heel bekende is eentje van Gauss. En dat is eigenlijk de som van de eerste n getallen. Dus 1 plus 2 enzovoort tot en met n. En dat kun je korter schrijven als de som van i is 1 tot n. Ja, nu gewoon van de index i die je allemaal op moet stellen. En Gauss die heeft hier een formule voor gevonden waar je later in de opleiding nog wat dieper op in zult gaan. Namelijk, dit is gelijk aan een half n keer n plus 1.